Iets serieus, zo. In deze video ga ik het erover hebben dat Apex Legends Mobile en Battlefield 2042, voor mij spreekt het goed uit, weet ik niet. Ja, Battlefield 2022, die was het 2042, sorry, die was trouwens nog in ontwikkeling, dus daar zal ik het even wat later over hebben. Maar daar hebben ze het ook over in deze post en ik heb nog een soort van Nederlandse versie voor wat misschien nog mis aan informatie. At the respawn, we aim to provide players with games that are constantly outstanding. Oké, ik zal niet daarmee beginnen, maar goed. Oké, we gaan even verder. Ik focus me vooral niet te veel op dat deel. Volgende winnen een strong start. The content pipeline for Apex Legends Mobile has begun to fall short of that bar for quality. Quantity and condense. Ja, ik weet niet hoe ik daar spreek hoor, sorry. Voor mij spreek ik het helemaal verkeerd, maar we gaan even verder. It is for this reason, after months of working with our development partner, that we have made the mental decision to sunset our mobile game. Nou, ze blijven wel mooi, ze zeggen wel sunset. Ze zeggen niet shut down, maar goed. Out to disappointment, we are proud the game we launched are grateful for the support of Apex Legends community. And are confident that this is the right decision for players. Ja, het is natuurlijk niet de right decision, want ze gaan online, maar goed. Respawn Apex Legends team remain excited about mobile as a platform and look forward to new opportunities to serve players to there in the future. In terms of what players can expect from here, today marks the beginning of a 90-day window before we sunset the game. Ja, dan moeten ze al service en zo allemaal nog regelen en betalen en zo natuurlijk. As of 1 p.m. BST today, January 31, we will be disabling all real money and app purchases. Ja, dat was het dus al geweest, maar ik behandel dat nou even dit, want ik kwam nog... Ja, ik heb vandaag gelezen namelijk. In the game as well as removing the game from web stores during this period. Players can spend their existing Shinigan gold. Voor mij spreek ik het helemaal verkeerd, hè, maar helaas. And continue playing the full game at 4 p.m. Even kijken, May 3rd, 2023. We will cause operations in all regions. And the game will no longer be playable. We understand there will be many questions surrounding this decision and want to assure our players that we are here to help. Below we'll find a list of questions and answers that will help clarify next steps for questions that not answered below. For additional support, please click hier. Dus dat is als je nog iets anders te vragen hebt in plaats van al die vragen die hieronder staan. Our love for the Apex universe and our players remains unchanged. And we look forward to exploring this universe, its characters and its stories along with you. In the meantime, we appreciate your continued support and patience as we navigate this next steps. Hier staat allemaal wat wil gebeuren. Wat wil happen? Game virtual currency. Dat staat hier ook. Can get a refund. Oh, we not befriend refunds for real money purchases. Parameters of the AI argument for any other refunds request, please contact with third party platforms. Oh ja, want het is EA. EA die doet dat niet. Nee, dat klopt. Ik weet niet of die video nou online is, maar die van Rumbleforce, die doen normaal, want dat is Epic Games. En dit is EA. Alles voor de money. Gewoon alles voor de money. Niet normaal. Nee, ik had echt wel een refund verwacht. Nee, dat meen je niet. Oké. Ja, ik verwacht niet, want ik weet niet hoe lang het online is hoor, maar ik verwacht niet alles terug. Maar toch wel een deel. Vooral die de laatste maanden hebben betaald, joh, in de game. Maar bedoel, dan wisten we toen nog niet dat we... Ik speelde niet, maar die wisten toen nog niet dat het offline ging, joh. Echt, ja, echt weer zo... Ja, ik vind het wel jammer eigenlijk, maar ja.
Although Amazon Apex Legends Mobile Web Store and Apex Legends Mobile Connect opened for sale on third-party web stores. Ja, daar kun je dan in bij. En even kijken, was dus die mean Apex Legends on all the platform is specific and independent on the game on PC and console. As the franchise Apex Legends is strong and we are looking forward to sharing exciting updates in the future. Ja, oké, okay, dat is niet helemaal. Ja, dat is niet helemaal waar, Strom. Even kijken wat hier nog een beetje staat hoor, want dit was trouwens van game.nl. Er staat het een beetje in het Nederlands. Even kijken wat hier nog in nieuws staat hoor. Hier, kwam in mei 2022. Man, ze hadden alvast een. Even kijken hoor. Dan moet je nagaan, Epic Games, die gaf gewoon het geld terug, hè. En die game die was 6 maanden online. En Apex Legends Mobile, die was ja, wel iets langer online. Misschien in. Ja, nog geen jaar, maar wel een aantal maanden. Ik heb even geen zin om uit te rekenen. In ieder geval, laten we het houden op een aantal maanden. En zegt gewoon, kijk je geld toch? Nee. Echt waar. Ja, of misschien als je. Ja, misschien op de een van de platformen kun je proberen. Maar ja, die zijn ook niet echt van het geld teruggeven. Ik noem maar een aantal namen: Google, Apple. Die zijn er ook niet zo van, dus ja. Dan gaat het hier niet meer terug. Hij stond los van de regular versie van Apex Legends. Al werden wel diverse maps, modi en personages gedeeld tussen de twee games. Ja, dus zeg maar je progress ging zeg maar verder. Dus je kon verder op je mobiel. Zoals ik hier dat begrijp. Ja, ik zei wel, ik speel het zelf niet. Dus ik weet niet hoe het precies. Het is nu niet meer mogelijk om het spel te downloaden. Of in-game aankopen te doen. Ja, op 1 mei dan gaat hij even kijken. Oh ja, Battlefield Mobile. Dit was even dat ik Battlefield bedoelde. Het is van die Battlefield 2042. Sorry, het was Battlefield Mobile. Was nog niet officieel wereldwijd uitgebracht. Maar was voor sommigen al speelbaar via een zogeheten soft launch EA. Meldt dat de verdere ontwikkeling van de game stopt. Omdat het niet meer aan de visie die het bedrijf franchise voldoet. We blijven hard werken aan Battlefield 2042 en hebben toekomstige Battlefield ervaring bij onze Global Studios in pre-production. EA sluit ook Serial Toys en Studio die EA in 2018 kocht en die verantwoordelijk was voor Battlefield Mobile aankopen, had de studio 14 medewerkers. 14! Oké, okay, dat is nogal weinig. Dan ben je niet serieus, 14 mensen. Dat is echt weinig. En Battlefield Mobile. Ja, sta ik ervan te kijken dat ze die. Nee, want mijn Battlefield stap gaat ook niet goed, dus ja. Maar ik bedoel, de game hebben ze nou gratis gemaakt en loopt nog steeds goed. Correct. Ja, je kunt correct gewoon waarheid. Nee. Het kan gewoon niet op tegen Call of Duty en dat is gewoon de waarheid. Ja, tegen, ja, Fortnite, maar daar kan niemand tegen. Daar kan niemand eigenlijk van vinden. Maar goed, ze probeert het in ieder geval. En probeert met Battlefield. Maar met Battlefield zou ik gewoon. Ja, net zoals Call of Duty heeft gedaan. Gewoon. Ja, eigenlijk ook niemand hebben ze al gedaan. Een eigen game uitgebracht. Maar ze moeten gewoon geen Battle Pass doen. En gewoon een game hebben en zeg maar gewoon een schiet game. En zonder Battle Pass. Wel omdat je een pak soms zo kunt unlocken en daar. En that's it. Gewoon daarbij laten. Dat zou ik eerder doen. Dat zou ik eerder doen voor een Battlefield spel. Dan zou je merken dat het veel beter werkt. En daar zou ik 60 euro voor vragen. Maar ja, de games kosten tegenwoordig 80 euro. Dus dat wordt dan 80 euro. Voor de game. En zo waarschijnlijk PlayStation Plus nodig hebben om online te spelen. Dus ja, komt er ook nog bij. Maar in ieder geval, dan heb je wel. Dit is wel al meer rendabel voor EA eigenlijk om te doen. Lijkt mij dan. Want de eerste Battlefields, zoals verder ik weet, waren ook zo. Dan kreeg je gewoon een game en dan kon je een paar dingen unlocken en dat was het. Toen had je geen Battle Pass en ik zou er ook geen Battle Pass in doen, maar ja. De normale Battlefield is nog online. Ik denk niet dat het lang gaat duren voordat hij offline gaat hoor. Dat gaat niet lang duren. Hetzelfde geldt voor Apex, want het wil wel veel zeggen als jouw mobiele server. Dat is een hele server hè. Daar zitten daar kunnen miljoenen mensen op zitten. Die gaat offline. Ja, dat wil dus eigenlijk zeggen dat het niet goed gaat met de game. Want de meesten wilden eigenlijk de server online houden. En die wilden niet offline hebben, totaal niet. Vooral niet een server op de mobiel, want mobiel brengt meestal heel veel geld op.
Want bijvoorbeeld, iemand die kijkt bijvoorbeeld even in de iShop. Oh, ik zie een skin, die koop ik. Ik bedoel, die ook nog niet eens zijn PC of zijn console. Ik kwam er even niet op. Of zijn console op te starten. Die kijkt gewoon op zijn mobiel en die koopt iets. Dat is super handige handen natuurlijk. En dat is voor een bedrijf veel geld verdienen. Dus ja, die willen daar echt niet offline hebben. Dus, En nou, ik zie dat het toch offline gaat, ja. Lijkt mij dat het ook met de game zelf dan niet zo heel goed gaat. Maar dat komt ook misschien omdat Apex Legends die begon. Dat was ook de fout. Die gaf heel veel geld aan de spelers. Zeg maar, die moesten spelen. Bekende streamers moeten spelen, want dan werd het populair. Maar ja, dan daalt het ook heel gauw weer af natuurlijk. Want ze speelt misschien alleen omdat Ninja het heeft gespeeld. En Ninja speelt meer. En dan denk je van, oh ja, ik vind de game ook niet meer zo leuk. Ik noem maar iets. En dan ga je over naar een ander game. Of je speelt hetzelfde als wat Ninja dan speelt. Of wie was er nog meer aan het doen? Ik weet even niet zo gauw wie er ook veel meer. In ieder geval waren er veel streamers daarvoor betaald om dit te spelen. Maar die speelden het ook een maand. En dan waren ze een beetje gestopt. Dus ja, dan moet nog steeds wel... Ja, dat dubbel blijven, zeg maar, anders kunnen ze de service en zo niet meer betalen, natuurlijk. En ja, de tijd zal het uitwijzen of... Ja, ik denk toch dat hij op een gegeven moment online gaat, Apex Legends zelf. Hetzelfde geldt voor Battlefield zelf. Alleen Battlefield zelf is nog moeilijk, omdat het is ook gewoon normaal te koop. Normaal te halen, voor 60 of 80 euro. Op DVD bedoel ik dan. Ze hebben daar op disc. Dus ja, daar vind ik dan... Dus dat is een beetje wel een moeilijke versie. En voor dit, ja... Is het misschien makkelijker om offline te halen omdat de game gratis is. Alleen kom op EA, geef gewoon een refund, jongen. Ik vind het zo apart weer van het bedrijf. Ik bedoel, van het is niet eens zo lang online geweest. Dat ze misschien voor de normale Apex niet doen, of ik misschien nog loosje. Want het kwam voor mij in 2018 of zo. Dus dan gaat er 5 jaar overheen en dan moet je allemaal weer terug en zo. En dan kunnen ze misschien niet... dan kunnen ze wel betalen, want dan zeggen ja, maar goed. Dan kunnen ze misschien dan niet betalen, of weet ik van wat. Dan zou ik het op zin hebben begrijpen. Maar ik bedoel, dit was een aantal maanden of zo. Kom op, joh. Ik bedoel, ik heb Epic Games met een Rumbleverse en... En zelfs die betalen mensen terug, ook al hoeven ze dat niet te doen. Maar ja. En dit klopt dan ook niet. As respawn, we aim to provide players... with games that are constantly outstanding following strong start. Nou, dat wil ik niet zeggen, want had Apex Legends een mobile update en strong start? Nee, totaal niet. Echt online, je hoorde echt bijna niemand over. Ja, wel over gewoon Apex, natuurlijk, want dat blijft nieuws, maar niet over Apex Mobile, nee. Echt totaal bijna geen nieuws. Wel dat het uit was toen, dan wel, maar nee. Dus ja, Strong Start had ook niemand, anders ging het ook nou niet al offline. Als Strong Start duurt, wees het al wel een jaar. En duurt nog in deze jaar. Dat was in mei of zo, dus ja. En het was vorig jaar, en mei. Ja, ik wil toch eigenlijk niet hoeveel maanden is, maar ja, ik heb niet zo zin om het uit te rekenen. In ieder geval 112 maanden was het. Het was in ieder geval een jaar, laten we daarop houden. En ja, voor de rest, ja, het is natuurlijk jammer voor, maar dan kunnen ze misschien werken aan een andere game. Ja, alleen het is ook zo jammer, zeg maar, ik had er gewoon één gekozen wel, want je hebt daar in principe, hebben ze nou twee soort van Battle Royales gedaan. Ik noem maar even al twee Battle Royales, want ze hebben nou Apex Legends en Battlefield 2042. Ik noem maar even gewoon de normale versie, van alle twee. En het is altijd zo, moet er één op een gegeven moment kiezen. Want op een gegeven moment heb je niet genoeg geld om alle twee te onderhouden. En anders gaan ze alle twee down. En ik denk als ze alle twee nog steeds blijven ondersteunen, dan gaan ze op een gegeven moment tegelijk ook down. Dus ik zou, als ik EA was, echt gewoon kiezen Apex Legends of Battlefield. En desnoods maak je dan een andere Battlefield of een andere Apex Legends, dat maakt ook niet uit. Dan ga je dat doen. Maar ik zou ze niet alle twee nog onderhouden, want dat gaat op een gegeven moment niet. Op een gegeven moment heb je voor één toch verdient toch te weinig geld om die service op te houden. En natuurlijk kun je dan wel opvouwen met... Opvouwen, ik bedoel opvallen met die ander. Maar op een gegeven moment gaat het gewoon niet meer. Dus ja, ik zou echt dan eentje offline gooien. En de keuze is niet aan mij natuurlijk. De keuze is aan EA om dat te doen. Alleen zo, ja, ik weet niet. Want Apex Legends lijkt wel heel erg veel op juist Overwatch. En ja, Battlefield 2042 lijkt weer heel veel op Call of Duty. Dus ik zou niet weten welke ze online moeten houden. Maar goed. Ik zou als ik willen was één online houden. En anders ben ik bang dat de servers altijd offline gaan.
Het zal misschien niet dit jaar gebeuren, maar het zal niet lang duren. Want het wil veel zeggen als jouw mobiele versie al offline gaat en dat je zelfs die, wat hier al stond, de Battlefield 2042, de mobiele versie, niet eens verder gaat met de ontwikkeling. Dat wil genoeg zeggen dat het met de normale game ook niet goed gaat, want anders ga je hier natuurlijk gewoon mee verder. Net zoals hier, dan ga je hier natuurlijk gewoon mee verder als het goed gaat. Ja, dit was wel voor deze video. Ik hoop dat jullie het interessant en misschien ook leuk vonden. Ja, ik weet niet. Ja, leuk is het niet natuurlijk, maar ja. Ja, het is niet anders. Zo gaat het in de gamewereld, zeg maar. Vooral met die free-to-play games. Zo gaat het nou. Ja, het gaat tegenwoordig niet anders. Voor de rest ook. Ja, zoals ik al zei, hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet natuurlijk niet om te liken en te abonneren.